In gesprek met Joost Koning. Joost, jij bent ook podcaster, hè? Zeker, zeker. En 2021 is een beetje het jaar van de podcasters bij Leven Zonder Stress. Omdat er zo'n wildgroei aan podcast is, dacht ik, ik ga wat mensen uitlichten, letterlijk. Als paddenstoel uit de grond, hè? Ja, hoe lang doe jij het al? Bijna anderhalf jaar. Ja, ik zit even, of je iets meer in de microfoon wil, want je hebt best een goede stem. Zo, check, check. Dan kunnen mensen je beter horen. Anderhalf jaar. Ja. Voor Broadcast Magazine. Ja. Ja. Dus Broadcast Magazine heeft ook een jongere tak nu. Mm-hmm. Broadcast Magazine. Young. Young, yes. Dus er zitten allemaal jonge medewerkers in van alle mediabedrijven uit Hilversum bijna zo'n beetje. Mm-hmm. En de vraag was, wat gaan we doen? Nou, allemaal dingen bedacht. En één van die dingen was, laten we nou mensen interviewen die we inspirerend vinden. Ja. Nou, ik heb net jou geïnterviewd. Ik vond het een inspirerend gesprek. Ja, veel over non-dualiteit gesproken. Ben jij filosofisch aangelegd? Ja, zeker. Ja. Hoe komt dat? Iets uit je vaders of moeders kant? Ik weet nog wel dat ik vroeger bij mijn vader in de auto altijd alleen maar vragen stelde. En dat ik nog heel goed weet, op een gegeven moment, dat vond hij altijd leuk. Ja. Altijd te gek. En op een gegeven moment was het heel duidelijk dat hij op een gegeven moment zei, ja, dat weet ik niet, grap. Wat vroeg je dan? Man? Waarom is de aarde rond of zo? Allemaal dat soort vragen. Maar op een gegeven moment vroeg ik iets doms van, langs de ring van waar we woonden. Zo van wie is dat gebouw? Mm-hmm. De tweede, ja, weet ik niet. Hoezo? Hoezo ja, weet je niet? Ja. En jij dacht, mijn vader weet alles. Is een soort allesweter. Nou, hij weet wel veel. Ja. Bestaat er sowieso iets als een domme vraag? Ik bedoel, het is meteen een heel interessant onderwerp. Je hebt nu al heel veel interviews opgenomen. Heb je wel eens... Ja. Ik denk sowieso, als je niet naar de ander luistert... Mm-hmm. en iemand heeft al A gezegd en jij vraagt daarna A... Ja. dan ben je gewoon niet in het hier en nu, om maar zo te zeggen. Dat ik nu nog een keer zou vragen van... hoe lang maak je al podcast eigenlijk? Ja. Dat zou een domme vraag zijn. Ja, van wat is... BMY eigenlijk. Ja. Dat is pijnlijk als je dat hoort of ziet gebeuren in een podcast. Hè. Ja. Dan denk je meteen, ja, jij zit niet op één lijn, je bent met iets anders bezig. Maar ik denk wel, als je echt oplet en als je echt benieuwd naar iets bent en als je echt iets afvraagt, dan is er denk ik nooit een domme vraag. Oké. Okay. Nou, ben je het daarmee eens? Ben ik met je eens. Ik vind dat alles gevraagd moet kunnen worden. En sterker nog, mij is geleerd, als podcaster moet je jezelf soms iets dommer opstellen dan je werkelijk bent. Ja, dat doe ik ook wel eens. Ja, want jij wist al een aantal dingen over mij, maar je hebt toch gewoon een open vraag gesteld aan mij net. Van, dan vertel eens, hoe was dat dan? Ik vind Matthijs van Nieuwkerk daar echt een koning in. Om zich dommer voor te doen dan? Ja, want die moest natuurlijk bij De Wereld Draait Door, denk ik, mensen van 15 tot aan 95 aanspreken. Ja. Nou, alles boven de 50 wist waarschijnlijk niet alles als Alexander Klupping langskwam over techniek. Ja. Dus dan, wat is dit? Een iPhone? Ja. Een beetje... Ja, maar ik vind dat respect naar je kijker toe. Want bij de radio wordt ook altijd gezegd, ga nooit uit van voorkennis. Ik bedoel, daar moet ik ook eigenlijk jou even iets meer introduceren. Jij hebt daar een mooie intro-tune voor. Jij bent acteur, je bent dus niet alleen podcaster. Je bent te zien geweest in series, Spinoza... In die ene film op die boot, hoe heet die alweer? Die ene film op die boot? Ja, toch? Die ouderwetse film met die boot. Oh, Michiel de Ruiter, ja. Ja, zo noem ik dat dan maar even. Ja, ik moest meteen aan Sinterklaas denken. Maar... Heb je niet in het feest van Sinterklaas of zo gespeeld? Ik zou het wel willen doen, hoor. Ja, vind je dat leuk? Als? Ik denk als de podcast Piet. De podcast. Je hebt een keer als Piet, dat vond ik mooi, dat zag ik op je Instagram, maar ik heb je echt wel helemaal uit zitten pluizen. Je bent een keer met een wasmachine... Ben jij in Amsterdam gaan rondlopen als de vergeefpiet? Nee? Minderwaardigheidspiet. Minderwaardigheidspiet. Leg eens uit wat dat is. Oh, dit is grappig. Want toevallig laatst een van de jongens met wie ik dit deed, die zei... Moeten we dat niet eens afhalen? Nu in deze tijd, ingewikkeld. Maar wij zaten altijd te brainstormen. We hadden gewoon een zomer vrij. En toen was het, wat zullen we gaan doen? En toen was het een beetje, oké. Toen gingen we. We hadden een beetje een hekel aan de KFC. Mm-hmm. We vinden het heel lekker, maar aan de andere kant, het heeft niks meer met kip te maken. Ja. Dus toen dachten we, laten we nou gewoon echte kippen bezorgen in de KFC, midden op de Damrak, waar iedereen stoned is. Ja, ja, dat moet goede beelden opleveren. Ja. En dat lukte. Met echte levende kippen de KFC in? Ja, dus gewoon een schortje voor, Joost Kippentuin, dat was het verhaal. En wij leverden kippen aan de KFC, dus echte kippen in de KFC loslaten. Nou, er zitten allemaal mensen zo stoned als een garnaal, zo natuurlijk kip te eten. Ja. Dat gaat niet goed. Nee. Wat heb je gedaan? Ja. En toen dachten we, wat kunnen we nou nog meer doen? En toen dachten we dus, toen was de hele Pieter-discussie er natuurlijk. En wij begrepen beide kanten wel. Mm-hmm. Toen dachten we, laten we dat gewoon helemaal omdraaien. Laten we nou een paarse Piet gebruiken als
een soort slaaf of zo. Een heel gek idee. Iets wat gewoon wat beide kanten niet aan zou kunnen spreken, dachten we. En op een gegeven moment stond er inderdaad een man met die paarse piet in zijn hand. En die zei gewoon, waar is mijn zweep? Ja, en toen dachten we, oké, dit is... zo reageren mensen blijkbaar dus hierop. Bizar. En het was iets met een wasmachine, toch? Hij moest iets voort... Ja, dat was het cadeautje. Dat moest hij slijten aan de mensen. Oh, god. En dat staat nog op je Instagram. Maar, en dat blijft er ook op staan, denk je? Ik denk het wel. Ja, dat is niet... Maar je bent dus ook politiek betrokken. En je houdt je bezig met maatschappelijke kwesties. Je bent 24, je zou kunnen denken, je bent een gevierd acteur... Ik ga het er eens even lekker van nemen, want het interesseert mij nou wat er allemaal aan de hand is in Nederland. Nee, die dingen waren ook niet om... Nee, om een statement te maken. Nee, het was veel meer voor allemaal een beetje voor de lol. En ik denk als we echt een statement hadden gemaakt, hadden we de Piet ook niet paars gemaakt, denk ik. Maar? Want ik denk dat het dat beide kanten, en ik hoop echt niet dat iemand zich beledigd voelt door wat wij gedaan hebben. Daar wil ik dan heel graag over in gesprek, want dat is absoluut niet de bedoeling. Het was vooral om te laten zien... hoe gek het allemaal is, beide kanten. Dus een paarse Piet die dan door iemand behandeld wordt als slaaf, dat hè? Ja, dat klopt niet. Dat klopt niet. Maar even een beetje ontregelen. Maar ik zou niet willen zeggen dat ik politiek... Nee? Nee. Nee, ik vind discussiëren gewoon heel leuk. Ja, dat is het ook. Maar toch zit jij in een generatie, ik weet niet wat er precies een naam is, maar jullie zijn heel voorzichtig met het uiten van meningen. Zeg ik dat goed zo? Of lijkt dat alleen maar zo? Ik denk dat we ons heel erg realiseren dat... als iets online staat, dan bestaat het. Dan kan iedereen het zien, dan kan het teruggevonden worden. En dan kan ineens een hele groep mensen over je heen vallen. Ja. En is dat erg? Nou, ik denk als je in een samenleving leeft en heel veel mensen zijn boos op jou. Nou, ik denk wel dat het erg is, de gevolgen, de cancel culture. Ja, dat. Ja. Ik bedoel, dat klassieke voorbeeld van een meisje wat op vakantie ging. En vlak voordat ze op vakantie ging, stuurde ze een tweet de wereld in over... ik ga naar Oeganda, hopelijk krijg ik geen aids, haha, grapje, ik ben wit. Zoiets. Mm-hmm. Gewoon dat je denkt, hele foute grap, niet leuk. Maar, getweet, het vliegtuig in, landen. Ja. En ineens had ze geen baan meer. Ze was er huis uitgezet, bij wijze van spreken. Ja, in ieder geval. Zo snel kan dat gaan. Ja. En cancelt haar ook. Ja, nee, dus, oké, dan begin ik het beter te begrijpen waarom die voorzichtigheid er is. Wat vind jij daarvan? Dat zo snel kan gaan? Of zeg je, dat maakt niet uit wat ik ervan vind. Het is nou helemaal zo. Sowieso dat tweede. Ja. Maar ik vind er wel iets van. Ja, ik vind je moet nooit mensen cancelen. Ik bedoel, al zegt iemand iets debiels. Wat die tweet was bijvoorbeeld echt debiel. Maar je moet wel bij elkaar met elkaar in gesprek blijven. Want anders wordt het autoritair. Wordt het totalitair. Ja, zeg ik dat goed? Ja, dan wordt het... Dan wordt het niet bewegelijk. Dan wordt een mening star. En als een mening star wordt, dan is het niks meer. Dan holt het zichzelf uit. Een mening moet meegaan. Ja. Een opvatting. Maar jij bent een beetje bekend, zullen we maar even zeggen. Moet je er nou extra rekening mee houden wat jij nu bijvoorbeeld allemaal in dit interview zegt? Je denkt, ik moet geen opdrachtgever voor het hoofd stoten. Want je bent ook voice-over van spotjes, van grote merken, Interpolis, noem alles maar op. Nee, dat was puur een voorbeeld. Ook, dat zijn demo's die niet uitgezonden zijn? Nee, dus dat was op school, hadden we daar les in. Okay. Op de toneelschool. Maar goed, je bent wel betrokken. De rest is allemaal wel echt hoor. Ja, je bent wel betrokken bij series, dingen voor Zep. Moet je extra op je woorden letten? Ja, ik denk nu niet zo. Nee? Want... Maar ik denk als je je gezicht echt verbindt aan een merk als KPN of zo, dan is het denk ik wel goed om ook te weten dat je een zekere verantwoordelijkheid hebt. Ja. En toen was dat wel zo, ja. Ja? En als je nou bellen voor goede tijden, zeg je daar ja op of is dat jou te min? Dit is een hele leuke vraag, want vind ik. Mm-hmm. Want op de toneelschool is dat altijd, zeker op de toneelschool, is dat een beetje, dat doe je eigenlijk niet. En ook veel acteurs zeggen dat doe ik niet, maar mij lijkt het te gek. Ja? Ja. En wat voor een rol zou je dan willen spelen? De goede Rick of de slechte Rick? Maakt me niet eens uit. Nee? Nee. Weet je waarom het gek lijkt? Omdat het is iets heel anders. Het is een soort machine. Ja. Het is een soort de McDonald's van het drama, zeg maar. Je hebt high cuisine, sterren, dingen. Ja. Nou, dat zijn sommige series. Maar sommige dingen zijn ook meer de McDonald's. Misschien iets commerciëler, echt een machine. Maar daardoor niet minder lekker om te kijken. En ook niet minder leuk om te bedenken en om te maken. Het lijkt me heel vet. Ja? Oké, nou, bij deze is sollicitatie geplaatst. Zullen we jouw microfoon toch even iets hoger zetten? Want jij bent nogal bewegelijk, dat is natuurlijk logisch. Kun je hem eens op zijn andere kant zetten? Zo?
Opa. Ik heb het idee dat dit iets beter gaat. Dan hoef jij ook niet zo te bukken. Wil je me even uit de brand helpen? Ik voel mezelf nu wel heel knullig. Blijft dit staan? Tot nu toe wel. Maar dan ga ik even kijken nog naar een shot. Ja, niet verkeerd. Ben jij überhaupt een perfectionist? Als je dit nou terug hoort of terug ziet, denk je dan nog... Ah, shit, dat licht had beter gemoet. Of ik had toch wat minder... Maar ik denk dan meer gewoon een beetje de jezelf niet goed genoeg vinden. Ja? Ja, want daar komt perfectionisme vandaan, ja. Toch, denk ik. Maar kan jij goed naar jezelf terugkijken? Kijk je het terug wat je allemaal gemaakt hebt? Dan zit je in de bioscoop, zie je die Michiel eruit of film? Ja, je gaat het wel terugkijken, ja. En wat denk je dan als je jezelf ziet? Soms denk ik, wauw, wat hard. Hard? Ja, gewoon vet. Oh, cool. Ja. Ja, cool dat ik nu op dat grote... Flex. Zit. Ja, lauw, ja. En niet... Ja, want ik was aan tv-programmetjes meegedaan en zo. Of dan ben ik eens bij Boulevard door een radiocolumn. Ik kijk het meestal niet terug. Ik hoor wel van mensen of het goed was. Maar er is wel een verschil tussen jezelf zijn, wat ik nu ben. Ja. Of tenminste jezelf. Ja. Ik bedoel, wat het net over maskers. Ja. Ja, ik heb hier het masker Joost op. Of dat je het masker van iemand anders op hebt. Oké. Ja, dus als nu jezelf terugzien hier op YouTube als Joost Koning, is enger dan jezelf terugzien als die man in die auto in Penosa die iemand aanreed. Ja. Ja? Ook omdat ik weet dat ze in Penosa wel het staat daar veel meer in dienst van het verhaal ook, denk ik. Ja. Hoe vaak wordt zo'n shot eigenlijk overgedaan? Hoe vaak heb jij die man goedje doen? Ja, hoe vaak heb je die man aangereden? Nou, bij Penosa, dat was echt... En dat vind ik ook wel tof aan een set. Een set is echt een soort één organisme als het goed is. Mm-hmm. Iedereen is goed op elkaar ingespeeld. Net als bij een goed bedrijf of een goed voetbalteam. Nou, we hadden het ook net over de flow. Ja. Dat heb je dan. Ja. En dan hoef je het niet zo vaak over te doen. Dan gaat het dan als vanzelf? Ja, en dan lukken er ook dingen waarvan je denkt... Hé, dit kon ik toch helemaal niet? Ja, dat ken ik. En ook Marco van Basten heeft ooit eens gezegd over dat beroemde doelpunt... Op dat EK 88, ik zag het mezelf doen. Het gebeurde. Gewoon eens maakte ik die goal. Dennis Bergkamp, veel grote sporters. Jij voetbalt ook, hè? In een soort theaterelftal of zo? Ja, we hebben ooit een voetbalscholen-theatertoernooi hebben gehad. Dus dan kwam iedereen naar Maastricht toe, waar ik de toneelschool heb gedaan. Ja. En dan gingen we daar met z'n allen voetballen, ja. En ook in een vriendenteam nu. En wat speel je dan? Ik was vroeger selectiekeeper en nu gewoon... Een beetje een onbelangrijke positie, weet je wel. Ja? Middenvelder? Rechtsback. Rechtsmidden. Ja, beetje ja. Eng, ja. Je hoeft er niet echt goed voor te zijn voor die positie. Ja. En is dat ook jouw favoriete positie? Ik bedoel, want je hebt toch ook wel hoofdrollen gespeeld in bepaalde films en series? Of ben je liever toch een beetje de co-acteur? Ja, ik wil het geen bijrol noemen, maar... Speel je liever de bijrol of de hoofdrol? Dat is de vraag. Ja, ik denk dan toch wel de hoofdrol. Omdat je dan ook met je kop op een poster komt? Of heeft het niks met ijdelheid te maken? Ongetwijfeld heeft het ook met ijdelheid te maken, ja. Ja, ik ben niet immuun voor ijdelheid. Nee, maar... denk ik niet. Maar vooral omdat je dan wel het meeste te spelen hebt. Ja. En tuurlijk, het klassieke verhaal is altijd... Ja, een bijrol bestaat niet. Als je een ober bent in een restaurant... kan je daar nog steeds een prachtige scène van maken... en een prachtig verhaal. Mm-hmm. En je gaat mij niet vertellen dat... Dat je niet meer... Nou, bijvoorbeeld laatst speelde ik een rol. Dat moet nog uitkomen. Het heet Nood, de serie. En dan gaan ze de andere kant van telefoongesprekken van een politiecentrale. Dus de andere kant. In plaats van de politieagent, nu de telefoniste. Oké, ja. En ja, toen speelde ik een jongen. Ja, die gewoon zo erg gelooft in zijn eigen droom met zijn ex-vriendin. Dat ze weer bij elkaar komen. Dat een kindje van hem is. Wat in haar buik zit. En wat niet van hem is. Mm-hmm. Ja, dan heb je wel echt wat te spelen. Die jongen gaat gewoon... Ja, het flikkert als een kaartenhuis in elkaar. Hij heeft een soort psychose of een waan of zo. Ja, een beetje wel. Ja. En dat speelde jij? Ja. Ja. En dan moet je wel echt bij jezelf te raden gaan. Anders dan bij die ober van... Wat gelooft hij? Ja. En wat wil hij? Ja. Ja, ik moet toch weer een beetje aan non-dualiteit denken. We hebben het daar ook over gehad in ons gesprek voor BM Young... Er wordt beweerd dat in ons allen zit allemaal een moordenaar. In ons allen zit allemaal, noem het dan even, de rol van een heel erg verkrachter. En daarom verzetten we ons zo tegen dat soort types. Omdat we die kanten, die schaduwkanten van onszelf eigenlijk helemaal niet
willen erkennen. Weet je? We willen doen alsof, dat nooit, alsof wij dat nooit zouden doen onder welke omstandigheden dan ook. Kom jij er als acteur achter dat jij alles eigenlijk, alles in huis hebt, dat jij ook, dat jij potentieel iemand zou kunnen vermoorden? Ja, zeker. 100%. Dat, is, dat vind ik een mooie ontdekking voor iemand van 24. Want... Maar hoe kunnen wij ooit weten of wij goed waren geweest in de tijd van de oorlog? Ja, dat is nog zoiets, ja. Ja. I don't know. Ja, want laat ons allebei maar eens dadelijk 3 dagen niet gegeten hebben. We komen bij een bakker en daar ligt nog 1 brood. Welke versie van Joost en Patrick krijgen we dan te zien, hè? Ja, of die 4 mensen, die 4 boot... Die 4 mensen, die mariniers uit Amerika die op een boot zaten. En ja, na 19 dagen daar zitten, moesten ze iemand opeten. Ja. Ja, en eentje die had geen kinderen en geen ouders meer. Ja. Wat doe je dan? Waar gebeurt het verhaal? Ja. Ja, ja, dat is... En nou, ja, ze hebben hem opgegeten. Ja, ja. En ook vermoord dus. Opgegeten en vermoord, ja, zeker. Ja, waarschijnlijk andersom, maar... Nee, ja. Nee, maar ik vind dat wel interessant, want ik zit hier nu met een acteur. Ik praat niet zo vaak met acteurs. Heb jij een favoriete acteur? Nou, ik, dat is wel een cliché ook, maar Pierre Bokma vind ik wel een meester. Heb je mee gespeeld ook in theater? Ja. Ja. Wat maakt hem zo goed? Nou, dit heb ik ook uit documentaires gehoord, maar als, in ieder geval als ik naar hem kijk, dan intrigeert het constant. En het is misschien ook een soort self-fulfilling prophecy, dat het is van... Oké, hij is heel goed, dus alles wat hij doet zal wel heel goed zijn. Dus zo kijk ik er ook naar. Ja, ja. Maar het schijnt dus dat als bij acteren is het moeilijker dat het zich herhaalt. Dus je doet meerdere takes en als je een toneelvoorstelling maakt, dan speel je dat soms 90 keer. Ja. Ja, zie het maar eens 90 keer echt te houden, want ja, iedereen kijkt er voor, ja, het eerst naar. Ja, ja, ja. Hoe doe je dat? Nou, hij doet dus nooit hetzelfde. Ah. En dat is natuurlijk het allerengst, want dan, ja, moet je elke keer iets nieuws, ja, doen. Ja, ja. Dus als die regisseur tegen hem zegt, in de repetitie, dit was goed, dit was echt goed, dan doet hij dat dus niet meer. Is dat niet zonde? Want ik wilde, misschien is dat wel leuker om te zien dan dat hij de dag daarna verzint. Ja, maar dan wordt het dus niet meer nieuw. Oh ja. Dan wordt het dus op een gegeven moment een droom. En als je het daarna weer doet, wordt het weer een droom van een droom. Ja. Of een herinnering van een herinnering. Ja, en dan... een trucje. Ja, en je gaat een vorige situatie nadoen, terwijl... Toen was het echt. Ja, ja, ja. Ja, dat is knap als je dat kan. En iemand als Kevin Spacey, kan je daar nou nog van genieten? Ondanks alles wat weer aan hem kleeft, wat er allemaal gebeurd zou zijn. Ja, zeker. Ja. Ik vond die kersttoespraak die hij hield. Oh ja, dat is ook fantastisch, ja. Vond ik, ja, misschien maakt het hem alleen maar interessanter. Ja. En ik denk, ja, kunst, om het maar zo te noemen, tussen aanhalingstekens, ja, want waar is iets kunst, maar... Ja, wordt toch, dat staat toch ook los van degene van, die het, ja, maakt. Ben ik met je eens. Eigenlijk, ik bedoel, als we van Van Gogh zouden horen dat hij inderdaad zijn buurvrouw iets aangedaan heeft. Niet alleen bij zichzelf een oor afgesneden, maar ook bij de buurvrouw. Ja, ga je dan, zijn zijn schilderij dan ineens minder waard? Ja, dat is een hele andere discussie. Ik vind het leuk, in radioboeken die ik graag lees, wordt vaak de vergelijking gemaakt met Jack Nicholson. Ze zeggen, de acteur, be like Jack Nicholson. En dan leggen ze je uit... Als ze nou op een filmscherm te zien is, links, het grootste gevecht ooit in een saloon. Hè? Krukken vliegen door de lucht. Mensen slaan elkaar met zwepen van alles. Linkerkant van het scherm. De rechterkant van het scherm zit Jack Nicholson op een stoel. Waar denk jij dat de meeste mensen in de bioscoop naar zitten te kijken? Wat denk jij? Ja, Jack Nicholson. Jack Nicholson. Want die gaat waarschijnlijk iets briljants doen of zeggen. En wanneer weten we niet. Dus dat linkse, dat kennen we nu wel. Kijk naar rechts en er wordt vaak gezegd, be like Jack Nicholson on the radio. Wordt onvoorspelbaar dat mensen je blijven volgen. Ja, dat er elke keer iets nieuws, iets nieuws kan gebeuren. Ja, ja. Dat is Pierre Bokma, ja, dat is dus ten voet uit. Ja, ja. En kan jij dat ook al? Of durf je dat nog niet? Moet je daarvoor eerst heel veel, nog veel meer ervaring hebben? Het is wel een streven. Ja. Ik denk niet dat altijd lukt. Nee. Nee. Want je valt al gauw terug uit voorzichtigheid op, laat ik het maar zo doen, want dat weet ik in ieder geval dat het goed is of zo. Of... Ja, en het, ja, dat denk ik wel. Ja. En het is ook, als je zoiets 80 keer speelt, een voorstelling, en dan heb je, nou, dat was mijn stage, had ik een, dus dan speel je door alle steden in Nederland en dan had ik een paar scènes. En je merkt gewoon dat als je het echt vraagt, die vraag, dus echt benieuwd bent, ja, echt in het moment zit,
En dan heb je ook, dan vergeet je ook allerlei andere dingen. En dan vergeet je ook de avond daarvoor. Ja. Dus dan, dan weet je zelf niet hoe je de volgende zin uit gaat spreken. Dan lachen de mensen op de goede momenten. Dan komt het aan. Ja. Terwijl als ik die keer dacht van, oh, gisteren ging lekker. Ja. Gisteren ging echt lekker. Laat ik het weer zo doen. Ik weet nog precies hoe ik het uitsprak. Ja. Hele zaal stil. Ja? Ja, ik heb ook ooit een keer, één keer moest ik de afscheidsshow van Arie en Sylvester presenteren. Ik merkte hoe subtiel dat theaterpodium is. Hè? Als jij zo doet met je hand, dat gewoon, dat de zaal daar een soort van op reageert of zo. Hè? Wordt het dan één soort organisme, om het maar weer even terug naar non-dualiteit te brengen? Is dat het magische van theater, dat het publiek en de acteurs wegvallen, dat het één beweging wordt? Ja, maar ik heb ook wel gemerkt dat dat allemaal in iemands hoofd zit. Het is niet zo dat, nou, een voorbeeld. Ik ging naar een toneelstuk kijken in Maastricht en ik had de avond van mijn leven. Ik begreep mijn eigen leven. Ja. Ik heb gejankt. Ik vond het prachtig. En die gozer naast mij, ik liep naar buiten en dan is dat van, wat vond je ervan? Ja. Ik zeg, wauw. Hij zegt, je maakt een geintje, toch? Hij vond het vreselijk. Ja, kwam niet aan. Nee. Maar waar ligt dat aan dan? Ik denk dat we allemaal ons eigen universum in ons eigen hoofd hebben. Dat denk ik wel. Maar is het niet omdat jij durfde uit de weg te gaan of zo? Dat jij gewoon je durfde open te stellen voor de voorstelling? Nou, misschien gebeurden er dingen in die waar ik wat mee kon. Ja, Ja. En hij niet. Is hij jonger of ouder? Of? Ik weet niet eens meer precies wie het was eigenlijk. Nee. Ja, dat is grappig hoe dat werkt. Ja, dat heb je met films natuurlijk ook. En je vindt het fantastisch en je zegt, hoe kan je er naar kijken? Zet af! Maar in principe, we creëren allemaal ons eigen universumpje in ons hoofd, toch? Er bestaat niks anders dan dat universumpje. Ja. Ik las laatst zo'n boek en dat vond ik zo sick. Er was het aantal verbindingen in ons hoofd, dus het aantal mogelijke verbindingen tussen hersenstellen in een normaal stel hersens, dat is een 1 met 10,5 miljoen kilometer getypte nullen. Ja. Dus dat zijn er meer dan er atomen zijn in het hele al. Ja. Dus kortom, je hebt een heel, je hebt het hele universum in je hoofdje zitten bijna. Ja. Kort samengevat, iemand met een depressief iemand ziet ook een depressieve wereld. Hè? Dus wij kleuren de wereld in zoals wij zijn. Je ziet de wereld zoals jij bent, heb ik ook wel eens iemand horen zeggen. Ja. Weet daarmee eens? Ja, je ziet de wereld wel waar je op focust. En wat je, ja, eigenlijk wel wie je bent. Ja, het zijn allemaal, ja, dat geloof ik wel. Ja. Ik vond het zo mooi, op de toneelschool dan kreeg je allemaal oefeningen in een, ja, gewoon kale ruimte. En soms ontstond er magie en soms niks. Hmm. En waar ligt dat dan aan? Ik denk toch altijd een soort, een soort gedachteloosheid ook. Hmm. Ja, gedachteloosheid, er zijn wel gedachtes, maar meer. We hadden ook zo oefeningen dat je bijvoorbeeld gaat staan in die ruimte, stemoefeningen, en dat je gewoon geluid gaat maken. Wat in je opkomt. Ja, en dan echt zingen, dus wel klanken. En ja, dan krijg je dus van, gaan mensen dus gewoon een A doen en dan dat laten klinken. En soms werd dat zo'n prachtig stuk. En dat vond dan wel iedereen, omdat het echt galmde, omdat iemand echt aan niks anders. Ja, hij werd één met dat geluid. Ja, ja. Ja, daarom is improvisatie ook zo sterk, hè? De lama's en zo. Als je echt het idee hebt dat het in het moment gecreëerd wordt, bedacht wordt, dan ja, dat is krachtiger dan dat krijg je natuurlijk niet. Hè? Hoe bereid jij je voor? In welke mate voor dingen? Voor dit interview bijvoorbeeld? Of? Ja, of überhaupt? Nou, ik lees me een beetje in iemand. Want ik vind dat zonde als achteraf blijkt dat iemand, dat ik bijvoorbeeld van jou weet dat jij naar Dubai bent geweest. En dat ik daar niet naar gevraagd heb. Ja, dat vind ik wel. Want misschien komt het niet van pas, maar ik zou het niet achteraf willen weten. Maar je kan je ook te goed voorbereiden. Ben je dat met me eens? Ja, en dat is ook een spanning. Ja, je moet het ook durven laten ontstaan, het gesprek. Of de voorstelling of de improvisatie. Dubai. Nee, daar ben ik nu niet zeggen. Ik vind het nog even interessant over dat theater maken. Ik zat met één dingetje nog. We hadden het over ontstaan, podium, echtheid. Oh ja, dat wil ik nog even vragen. Ik heb jarenlang in discotheken en feesten gedraaid. En als net het Nederlands elftal verloren had, dan wist ik ga een moeilijke avond krijgen. Want mensen komen sip binnen. Maar als het Nederlands elftal net had gewonnen, dan hoefde ik er maar een kwartje in te gooien. En ging iedereen Polonaise lopen. Dat zal met theater niet anders zijn, toch? Kon je aan de dag van de week merken, bijvoorbeeld als je op maandagavond moest spelen ergens, was het dan moeilijker dan dat je op vrijdagavond speelde ergens? Volgens mij is er op maandag nooit theater. Oké,
Maar bij wijze van... Ja, of... Nou, je merkt wel aan steden. Oké, okay. Dus, de plek. Ja, dus in de Randstad is het altijd wel een beetje... Is het altijd iets relaxter. En stel het maar, kom je in de Achterhoek of zo... Dan reageren mensen iets minder. Hoe dan? Zijn die minder uitbundig? Nou, ik denk dat dat toch met een stukje cultuur te maken heeft. Ja, minder uitgelaten. Maar dus niet zozeer de tijd van de maand of net... Mijn broer zegt bijvoorbeeld, die ook dishok. Die zegt dat het leukste weekend om te draaien... is het weekend nadat de mensen hun salaris hebben gehad... Want dan gaan ze los. Natuurlijk logisch. Dan heb je weer poen. En dan ga je bier bestellen. Dat is in het theater niet zo. Er zijn geen moeilijkere dagen of uren om te spelen. Nee, niet dat ik me nu kan herinneren. Okay. Nee. Doe je het überhaupt nog veel in theater? Of is dat echt, is theater een opmaat naar tv en film? Of is het een totaal parallel universum wat gewoon naast elkaar bestaat? Nou, film is wel heel erg... We hadden het net over trucjes. Dat bestaat ook wel heel veel uit trucjes. Soms ben je gewoon, doe even dit loopje. Of oké, we doen even een pick-up vanaf je vierde zin. En dan heb je maar 5 zinnen, weet je wel. Dus dat is vaak heel erg een trucje. Terwijl theater is echt de volle laag speel je. Ja. Elke avond helemaal. Dus daar leer je wel van uitdiepen, zeg maar. Okay. Dus vaak is het wel zo dat mensen die heel veel theater spelen... dat die vaak ook wel goede filmacteurs zijn of worden. Ja, want het is gewoon figuren die je maakt. Ja. Ja, en ik denk als je alleen maar film doet... en je mist een soort diepere uitdieping... dat het op een gegeven moment gewoon loszand van trucjes wordt. Hmm. En je mist bij film natuurlijk ook gewoon het publiek. Nee. Niet? Je krijgt niet die reactie die je uit de zaal krijgt. Nee. Verdriet, een zucht, een lach, een of een gewoon die respons. Ja, er zitten ook allemaal lagen tussen natuurlijk. Eerst wordt het opgenomen, nou, dan zit er al een lens tussen. Ja, ja. En dan gaat je weet niet wat ze gebruiken. Ja, wat het frame is. Ja. Dan gaan die spullen gaan naar de editor. Ja. En dan gaat die er wat uitknippen, dan komt er nog een filter overheen. Dan wordt soms nog iets versneld en dan uiteindelijk komt er nog een geluidje bij. Dus je weet bijna niet waar je precies in staat. Nee, en bij theater is dat natuurlijk overduidelijk. Ja. Ja, alhoewel je zit niet in de zaal. Maar je hebt wel een idee hoe het aankomt bij de mensen. Ja. Ja. En ook wat er voor de rest gebeurt en hoe de vorige scène was. Hmm. Bij film is het, 4 weken geleden hebben ze de scène hiervoor opgenomen. Ja. En daar zitten ook weer al die lagen tussen. Dus vaak, daar heb je veel meer vertrouwen voor nodig. Of daarvoor moet je veel meer vertrouwen geven aan de regisseur, denk ik. Ja. Heb je ook al naaktscènes moeten spelen? Nee. Ja. Heb je daar problemen mee? Of? Ze willen het niet. Ze willen je niet uitzien. Potverdorie. Nee, ik blijf ze bellen. Want ik train. Goede tijden en ik wil naakt. Bel me. Ja, nee. Ja, ik weet ook niet waarom ik dat vraag. Dat lijkt me nou, maar wat is überhaupt... Dan houden we op over theater, maar ik vind het gewoon zo interessant. Wat is nou überhaupt het allermoeilijkste om te spelen? Verdriet? Is verdriet? Boosheid? Sexy zijn? Wat vind je nou echt nog steeds het allermoeilijkst om op te roepen in jezelf? Nou, ik denk, je had het eerst van, heb je het ontdekt in jezelf, ja, zei aan het begin van dit gesprek. Ik denk dat dat wel, wel heel waar is. Je moet wel je eigen donkere kamertjes ontdekt hebben, of je blije kamertjes, of dat je het wel ooit aangestipt hebt. Ja. En als iets nog onbewust is in jezelf, dan is het heel moeilijk dat te spelen. Dan kan je er niet mee spelen. Nee. Wat is dan zo'n kant van jou die nog niet echt heel erg naar de oppervlakte is gekomen? Kan jij goed boos zijn? Of kan jij... Ja, ik kan wel goed boos zijn. Oké, dus dat is niet moeilijk. Durf je sexy te zijn? Nou, toevallig. Mijn eerste relatie is uitgegaan. En ja, dus ik moest die jongen spelen. Bij wie... Die zijn ex nog een soort van... Die dat graag wil. En die, dus ik kon dat wel ergens vandaan halen. Ja, en ik denk dat dat daarvoor niet was gelukt. Dus die levenservaring neem jij nu als acteur mee? Ja, en ik denk dat al die dingen wel mee te nemen zijn. Is dat ook de reden dat je best wel veel reist? Zoek je dan gewoon het avontuur op om dat dan bij jezelf te ontdekken? Ik neem aan dat in Dubai ben je weer net een andere Joost dan dat je in Nederland in Almere bent of zo. Ja, niet zozeer per reizen, maar ik heb wel zoiets van... en daarom wil ik ook in GTSD spelen. Ja, gewoon nieuwe dingen doen. Ja. En het klinkt heel cliché, maar ja... Het is altijd eng als je weer iets nieuws doet. Ja. Toch? Ja, nee, daarom. Ik vond het spannend om hier weer heen te gaan en nu geïnterviewd te worden. Ja, maar als ik straks, als het voorbij is, of nu al,
ja, dan groei je er weer iets van. Het schijnt dus zo te zijn, als je nieuwe impulsen krijgt, dat er weer nieuwe verbindingen, eiwitten in je hoofd komen. Of eiwitten zelfs. Ja? Dat er echt nieuwe... Er komen gewoon hersencellen bij. Ja. Dat geloof ik ook wel. Dat zie je ook vaak in hele avontuurlijke mensen die, zolang ze niet van flat springen, zijn ze op een oude leeftijd, zien ze er nog steeds heel kwiek. En zijn ze ook nog heel alert. Dus daarom ben je ook, denk ik, die podcast een beetje gestart, toch? Want je hebt de grote der aarde gesproken. Je hebt gewoon John de Mol geïnterviewd live op een podium. Ja. Hoe was dat dan? Is die man überhaupt wel benaderbaar? En durft hij zich open te stellen voor jouw vragen? Ik vond van wel, ja. Ja? Heb je het geluisterd? Nee. Nou, ik vond dat... Want er werden ook vragen uit de zaal gesteld. Net als bij College Tour eigenlijk. Ja. En ik vond wel dat die... Dat hij eerlijk was. Dus dat beeld dat wij van John de Mol hebben, dat het een of andere tiran is die niemand onder zich duldt. Dat... Nou, hij heeft 15 man onder zich. Dus. Ja, ja, oké. Okay. Maar dat schijnen dan, dat zeggen ze dat dat allemaal ja-knikkers zijn die zeggen: ja, meneer de Mol. Nee, meneer de Mol. Is dat een verkeerd beeld wat we van die man hebben? Nou, ik denk sowieso dat Nederland vrij maaiveld, zeg maar, is. En als, hij heeft wel iets gedaan. Hij heeft wel wat bereikt, ja. Gewoon het bedrag wat hij op zijn rekening heeft staan, dat is wel een ander level van geld dan... Dan de gemiddelde Nederlander. Ja, ja. Dan ben je echt op een ander bord Monopoly aan het spelen, zeg maar. Ja. En ook wat hij nu aan het bouwen is. Ja, ik vind dat heel bijzonder. Ja. Doe je met die knikkers, bedoel je? Nee, ik bedoel gewoon op Talpa Network. Oh, Talpa Network. Ja. Je hebt ook de baas van RTL 4 gesproken, Peter van der Voorst heet hij. Ja, ja. En helpt dat jou nog carrière-wise dan? Dat Peter van der Voorst nu de naam Joost Koning kent en dan misschien inderdaad daar denkt, hey, leuk voor GTST. Ik weet niet of hij echt de lijntjes met GTST heeft. Mm-hmm. Maar wat ik wel merk, je hebt vaak het idee, tenminste misschien komt het ook omdat ik nog wat jonger ben, maar dat er een soort wereld is van mensen die elkaar kent en dat dat een soort één ding is en dat als één iemand je niet mag, dat iedereen je niet mag. Mm-hmm. En dat er een soort cultuur van, die ook op je drukt of zo. Ja. Terwijl dan kom je erachter dat het ook allemaal gewoon individuen zijn en dat die allemaal gewoon ook zelf dingen willen en middels hebben en obstakels hebben en dat dingen niet lukken. En daarvoor helpt het me heel erg om een beetje te relativeren dat er een soort grote wereld is. Oké, want die is er niet voor jou. Ja, er zijn plateaus. Dat cultuurtje van ons kent ons. En ze zeggen ook bijvoorbeeld, in Hilversum gaat het niet om wie je bent, maar wie je kent. Kom je dat ook tegen in dit wereldje? Ja, tuurlijk. Ja. Maar ik denk dat je wie je bent, bepaalt ook wie je kent. Ja. Nou, die moet ik even laten vallen. Wie je bent, bepaalt ook wie je kent. Ja, nee, als jij geen toegankelijk persoon bent, dan blijven er ook meer deuren voor jou gesloten natuurlijk. Jij bent een heel open toegankelijk iemand, dus dat opent ook dingen voor jou. Toch? Dat is wat je ermee bedoelt, denk ik. Ja, maar ik bedoel, als je gewoon onaardig bent of als je... Oh zo, ja. Ja, of überhaupt. Toch? Ja, weet ik niet. Ja, ik kan soms ook echt wel... Dat vind ik altijd zo gek, hè. Dat kan ik aan jou als acteur wel vragen. Hoe komt het toch dat wij in series van zo'n klootzak, zo mogen we hem toch noemen... Als de acteur, of althans de president, die onze grote vriend waar we het net over hadden, help me even. Kevin Spacey speelt, dan genieten we, weet je. Dan duwt hij iemand voor de metro en we blijven hem volgen. Op de een of andere manier fascineert hij ons. Maar iets in ons weet dat het gespeeld is. Zou hij dit allemaal in het dagelijks leven gedaan hebben? Als president iemand voor de metro geduwd en weet ik wat er allemaal in House of Cards gebeurt. Dan vonden we hem verschrikkelijk. Dat is toch gek eigenlijk? Dat we van acteurs wel op een bepaalde manier kunnen genieten, maar als het dan zogenaamd echt is, niet meer. Ik denk ook dat het mooie van fictie is dat je andere mensen dingen kan laten uitvoeren, maar dat je zelf niet de gevolgen hoeft te dragen. Veilig van een afstandje kan meebeleven. Ja. Ja. Dat je dus helemaal in die schoenen staat. Ja, ja. Van eigenlijk al die karakters. En dat je precies weet hoe het voor al die karakters afloopt. Ja. Daarom vind ik Disney-films ook zo mooi. Ja, waarom? Nou, die archetypes of zo, die zijn heel duidelijk. En je bent ze allemaal. Het zit allemaal ook in jou, dat is wat ik bedoel. Ja, het zijn allemaal echt typetjes eigenlijk. Ja. Soms ben jij de goede Rick, soms ben je de slechte Rick. Misschien ben je later, jij bent nu vader. Mm-hmm. Misschien ben je later de om het maar even op Lion King te projecteren. Misschien ben je later de vader die ooit... overlijdt of je bent ooit dat kindje geweest. Nu ben je dus degene die terugkomt misschien. Je bent ze allemaal.
Ja, dat is mooi gezegd, ja. En maakt het jou dan nou ook beter? Maakt het jou een betere acteur door veel naar films te kijken? Ik weet dat ze in bussen naar voetbalwedstrijden draaien ze vaak films af of beelden af van goede voetbalwedstrijden. Omdat acteurs schijnen daar voetballers schijnen daar 0,1 of 0,2% beter door te worden. Door naar goede voetballers te kijken. Heb jij die ervaring ook? Dat jij na het kijken van een aantal hele goede films, ik noem een Slumdog Millionaire, vind ik zelf fantastisch. Ja, je kent ze allemaal wel. Heb je Breaking Bad gezien? Ja, of course. Dat vind ik echt staat dus in, ja. En waar identificeer je dan met die jongen die drugs maakt? Of met allemaal. Ja, ook met die oude scheikunde leraar? Met Skyler. Skyler, ja. Maar heeft dat jou een betere acteur gemaakt door naar Breaking Bad te kijken? Ja, denk ik wel. Wat leer je daar dan van? Hoe het eruit kan zien uiteindelijk. Dat denk ik. Mm-hmm. Dus hoe het uiteindelijk op het scherm kan zijn. Ja. En ook... Ja, vooral eigenlijk als maker gewoon. En niet dat ik zelf een regisseur ben. Maar je kijkt naar shots en licht. Ja, dat is vet. Ja? En ook hoe een ontwikkeling in 5 seizoenen eruit kan zien. Ja? Want hij begint echt als het stereotype mislukte middelbare schooldocent. En hij eindigt als de grootste drugsbaron van het westelijke halfrond. Ja. En elke keuze draagt er een beetje aan bij. En zie je hoe dat... En elke keuze begrijp je ook. Dat vind ik vet aan die serie. Ja. Elke keuze van hem, die snap je. Ja. En wat, heb je Sopranos? Heb je die ook gezien? Ben ik aan begonnen, maar dat moet ik nog afmaken. Okay. Maar die staat niet op een streaming. HBO misschien, Ziggo. Maar inderdaad, staat niet op Netflix of Prime. Heb jij, want ik zag jij doet ook aan schaken. Heb jij die serie over dat schaakmeisje gekeken? Ja. Wat vond je daarvan? Ja, mooi. Ja? Ja. Waarom? Het was eigenlijk een heel simpel verhaal. Een jong meisje kan goed schaken vond het heel, het klinkt ook vaag, maar integer gemaakt. Ik vond het gewoon, er was weinig opsmuk en het was gewoon lief of zo. Ja. En het is natuurlijk een heerlijke, met schaken zijn natuurlijk ontelbaar heerlijke metaforen te maken ook. Van het leven? Ja, ik bedoel, als je even schaakt, echt een goed potje, dan is de kans heel groot dat het, heb ik ooit gelezen, ik weet niet of het wetenschappelijk helemaal onderbouwd is, maar... is de kans groot dat schaakbord, hoe het er dan uitziet en bijstaat, nog nooit zo eruit heeft gezien. Ja. Ja, dat is ook zo met het leven, toch? Ja, dat is leuk. Die ontelbare mogelijkheden. The Queen's Gambit heet die serie voor mensen die hem ook graag willen kijken. Heb jij Lupin gezien met die acteur van Intouchable? Nee. Heb je Intouchable gezien? Ja, zeker. Ja, dat is ook prachtig. Wat vind jij de huidige graal qua serie? Ja, Sopranos blijft toch een van mijn favorieten. Omdat die man, daar kon ik me zo mee identificeren. En ook vaak omdat die man leeft niet meer, die hoofdrolspeler. Weet je, die is vrij vroeg gestorven. Op de een of andere manier maakt het dan ook extra speciaal. En wat heb ik nog meer gevoeld? Breaking Bad vond ik ook fantastisch. En The 100 op Netflix vond ik goed. The 100? Ja, het is een soort science fiction film, ook iets van 8 seizoenen. Ik hou wel van een serie met lekker veel seizoenen waar je even lekker in een andere... Maar heb jij niet ook als een serie afgelopen is, dat je echt ik ben dan in de rouw? Ja, ik ook. Je moet afscheid nemen van die mensen. Dat is zo gek, hè? En je komt weer in je eigen leven en je het voelt leeg. Het voelt echt... alsof je relatie uit is. Een mini-depressie, ja. Dat is toch ook gek met zo'n serie. Hoe kan dat toch eigenlijk, dat wij naar iets kunnen kijken en ondanks dat ons verstand zegt, dit is geacteerd, dit is bedacht, dit is geschreven, dit is gescript, dit is 10 keer overgedaan, deze mensen zijn opgemaakt, hij is helemaal geen drugsdealer. Dat we dat allemaal weten en toch verliezen we ons erin. Ja, hoe maar kan kijk, dat? We zijn natuur, we zijn gewoon een dier, maar er is ook cultuur. Ah. En die twee dingen, die vormen ons, heb ik dan, zo zie ik het een beetje. Mm-hmm. En cultuur, dat is wij samen. En als jij vertelt, daar is die tijger... Dat is ook een cliché, maar daar is die tijger. Ja, dan weet ik. Dan moet ik dat geloven. Oké. Okay. Dus zodat je zelf niet die fouten hoeft te maken. Is dat de eerste reden dat we naar die series kijken? Om van die mensen te leren? Dat we die, als we ooit in zo'n situatie komen, als die scheikundeleraar, dan misschien gaan we daarvan iets herinneren? Wat ik geloof met fictie, is dat het alleen maar gaat over keuzes en gevolgen van keuzes. Hmm. Dus keuzes te laten zien van mensen in een bepaalde situatie. En dan de keuze, moet de keuze maken en dan de gevolgen daarvan. Ja, dus het is levenservaring. Het is aapjes kijken eigenlijk. Net zoals we alles van elkaar afkijken. Ja, dat denk ik wel. Oh. Eigenlijk zonde om dat zo te realiseren. Want het lijkt alsof het, weet je wel, het is drama, het is beleven, het is avontuur. Maar op de eerste plaats is het dus gewoon leren. Ja, maar dat... Ja.
Dat denk ik wel. Ja, ja, nee, ik geloof daar ook wel in. En ik zie ook de andere kant van het verhaal. Ik bedoel, mijn vader die is redelijk depressief. Maar die kijkt ook alleen maar naar programma's als Opsporing Verzocht. Die kijkt alleen maar naar Kassa, waarin mensen opgelicht worden. De rijdende rechter. Ik denk, ja, ik vind het niet gek dat jij depressief bent. Jij voedt je alleen maar met conflict de hele dag. Hij zit alleen maar conflict. Als ik mijn vader een film laat kiezen, zal hij altijd kiezen voor een film drama, dood, moord. Weet je wel? Hij zoekt het ook echt letterlijk op. Alsof hij zijn eigen wereldbeeld wil bevestigd zien op dat scherm. Ja, en als je constant nieuws kijkt, dan zie je alleen maar slechte dingen. Ja, absoluut. Kijk jij het journaal? Nee. Nee? Maar hoe voed jij jezelf met feiten? Of? Ik wil, ja, ik heb een soort heftig ritueel elke ochtend. En daar wil ik dus, mijn doel is om elke ochtend ook 10 minuten te lezen. Wat? Of 10 pagina's te lezen. Oké, uit een boek. Ja. Ja. Wat lees je nu? Nu lees ik een boek over ethiek. Dat is een vak van een studie bedrijfskunde die ik doe. En dat gaat dan over wat rechtvaardig is. Hmm. Dus bijvoorbeeld, is het rechtvaardig om iemand op te eten als je 19 dagen gegeten hebt? Ja. En dan vanuit verschillende perspectieven daarnaar kijken. Hebben we individuele rechten of is het gewoon grootste geluk voor zoveel mogelijk mensen? Ja. Heb je daar een antwoord op? Al? Of is het juist de vraag die je gewoon moet bezighouden? Nee, ik denk ook dat er niet een soort één antwoord bestaat. Ik was op het eerste jaar van de toneelschool was ik echt, dacht ik, nou, hier weten ze het. Ja. Hier zijn antwoorden. En dat vroeg ik ook aan die mensen. Ja. En toen heb ik aan het einde van de 4 jaar van 1 docent een boekje gekregen. Dat is een soort merkboek wat dan een oude kaft heeft, maar van binnen zijn het allemaal witte pagina's. En toen heeft hij op de eerste lege blad heeft hij gezegd, omdat het niet bestaat. Het. Ja, er is niet één. Ja, één universele waarheid. Eén, ja. Ja. Maar ja, oké. Okay. Maar dat maakt het leven ook spannend natuurlijk. Dat je steeds kan. Daarom kan ik ook blijven interviewen. Ik dacht eerst ook met die interviewreeks. Na 200-300 interviews zal ik het wel gevonden hebben. Maar inderdaad, er is niet één versie van het. Dus we zijn het te veel eens, Joost. We hebben natuurlijk. In aflevering 69 van de Joost Mag Het Weten podcast zeg jij wel dat er het ene bewustzijn is. Ja. Ja. Nou ja, dat is een soort gevoelskwestie. Daar kan je met het denken niet bij. Vind je dat te makkelijk? Maar kan ik nu dat gevoel oproepen? Of is het alleen dat je in momenten dat één kan voelen? Ja, het is een soort. Ik heb ook wel eens iemand horen zeggen, het is een soort oud weten wat openklapt. Kan je daar wat mee? Nee. Ja, dat zijn allemaal van die abstracte termen, hè? Ja, je komt eigenlijk op een punt waar denken niet bij kan. Maar voor mij is het zo klaar als een klontje dat bijvoorbeeld denken ook, dat moet in iets verschijnen wat geen denken is. Ik bedoel, er kan toch pas een wereld verschijnen als er iets is waarin een wereld kan verschijnen. Snap ik bedoel? Dus, ja. Dus voor mij is het dan logisch dat iemand zegt, ja, dat is dat bewustzijn wat je bent. Daarin verschijnt de wereld. Nee, ja, klinkt logisch voor mij. Dat, en ja, dat kan je van alle kanten bekritiseren en aanvliegen en... Ja, je moet inderdaad opletten dat je niet in een bubbel terechtkomt waarin je alleen nog maar met mensen praat die zeggen, ja, inderdaad, jij bent dat ene bewustzijn waarin een wereld kan verschijnen. Maar is er dan ook een onderbewustzijn? Ja, in dat bewustzijn zullen wel bepaalde lagen zijn of zo, van zichtbare gedachten en gedachten die nog niet zichtbaar zijn. Ja, dat lijkt me logisch. En dat maakt dat lijf dan allemaal? Nou ja, nee, er wordt meer gezegd. Het bewustzijn creëert... De gedachte genaamd een lichaam. Dus ik zit hier met de gedachte dat Joost een lichaam is. En dus verschijnt in mij een Joost met alles erop en eraan. En in jou verschijnt, wat hetzelfde bewustzijn is, een Patrick met alles erop en eraan. Dus die Joost, die zie je eigenlijk nooit? Nee, die kan ik ook niet aanraken. Het is een verzinsel. Dat zegt Jan van Delden zo mooi. Je bent nog nooit je zintuigen uit geweest. Probeer maar eens uit je ogen te komen. Of probeer maar eens uit je vingers te komen. Snap je wat ik bedoel? Dat alles zich dus eigenlijk, wat jij ook zei, het vindt van binnen plaats. In jou. In ons verschijnt nu deze kamer met deze microfoons. En ja, het is heerlijk om daarop te knabbelen. Het is ook heel abstract op een of ander niveau natuurlijk. Ja, het is extreem abstract. Ja. Maar dus... Jij ziet nooit de echte Joost, om maar zo te zeggen. Ik zie een versie van Joost, ja. Ja. Want ik zie jouw achterkant bijvoorbeeld nu ook niet. Door als daar iemand zou staan, zou ik weer een andere versie van Joost zien
Ja, je projecteert alleen maar. Ja, je bent een projectie in mij nu. Je verschijnt in mij, net als een Fata Morgana of een vogel of de Eiffeltoren. Ja, het is, ja, ik ga er altijd wel op aan, dat soort. Jij ook wel een beetje, hè? Niet het idee dat ik tenminste een beetje bij. Ja, om nog steeds een keer een antwoord te zoeken. Maar dat is het dan weer niet. Nee, ja, nee, maar ja, dit is nogmaals iets waar je een soort buikgevoel bij krijgt. Want dit zou wel eens waar kunnen zijn. Ja. Kijk, ik vind altijd mooi het voorbeeld. Tot een jaar of 6, 7 heb jij waarschijnlijk geloofd in Sinterklaas. Hey, je dacht, er is echt een man die cadeautjes kon brengen op 4 of 5 december. Zeker. Ja, die heeft een boek, ik moet me gedragen, bla bla bla. Op een gegeven moment is jou verteld, Sinterklaas bestaat niet. In het begin heb je misschien nog een beetje getwijfeld, maar ineens was daar het besef, fuck, Sinterklaas bestaat niet. Kon je daarna nog Sinterklaas vieren? Ja. Alleen. Zolang er cadeautjes zijn. Ja, zolang er cadeautjes zijn, doen we gewoon mee alsof Sinterklaas bestaat. En zo zou je het eigenlijk een beetje met deze wereld kunnen zien. Als je op een gegeven moment een soort besef krijgt van dit zou wel eens één grote fantasie kunnen zijn. Een droom die er louter bestaat uit gedachten, allemaal projecties in het ene bewustzijn. Dat doe je nog steeds net alsof als ik jou koffie wil, dan maak ik voor jou koffie. Dan zeg ik niet van, ja, maar koffie bestaat niet, Joost bestaat niet. Waarom zou ik voor Joost, een niet bestaande Joost, zou ik niet bestaande koffie gaan maken? Dat slaat natuurlijk nergens op. Dan zit je de wereld compleet weg te redeneren. Okay? Ja, en je kan, als ik je zo volg, dus ook veel meer de rol kiezen die je dan op dat moment wil spelen. Als het toch, ja, ja, allemaal een toneel is. Het maakt toch niet uit. Shakespeare, je kent hem allebei. Die heeft daar ook mooie uitspraken over gedaan. Life is nothing but a stage. Of there's no such thing as good or bad. Except thinking makes it so. Dus het denken maakt onderscheid tussen goed of slecht. Volgens mij zei Plato ook al. Life must be lived as play. Of as. Ja. Zegt ja, goed? Ja, nee, ja, Plato met die god. Dat is ook het voorbeeld. We zijn ons gaan verliezen in die schaduwen. We zijn die schaduwen voor waar gaan aannemen. Het is heel interessant om te onderzoeken. Maar toch moet je uiteindelijk. Wat heb je eraan, bedoel je? Of? Nou, het kan heel veel vrijheid geven. Ja. Daar zijn we achter. Maar het wil nog niet zeggen dat je niks moet als zijnde met die rollen. Uiteindelijk moet je wat eten. Nee, absoluut. En uiteindelijk, als je niet oplet, dan lijd je. Ja. Dus er zijn nog wel dingen die je binnen dat toneelstuk, binnen die rollen wel moet doen. Zo lijkt het. Het lijkt alsof er een doener is. Maar dan komen bijvoorbeeld vragen als, groei jij je haar nog? En dan kijk jij maar waarschijnlijk aan. Groei ik mijn haar nog? Of long jij nog? Dat is zo mooi. Hè? Als ik nu iets drink, dan is het, ik drink koffie. Ik zeg nog, ik slik. Maar ik zeg niet, ik maag, ik spijsverteer. Als het eruit komt, zeg ik pas weer, ik plas. Dus dit hier gaat al vol automatisch. Hè? Hier zijn wij als ik niet bij betrokken wat zich hier van binnen afspeelt. Dat doet het lichaam, zeggen we dan. Maar ja, wat nou als je dat dus wat breder trekt? Als je nou denkt, ja, als het lichaam moet plassen, dan zie ik mezelf vanzelf naar het toilet toe lopen. Er is een film, Donnie Darko. Ken je die film? Een cultfilm, schrijf hem op. Daarin wordt dat heel mooi uitgebeeld. Daar zie je een soort energieslurf voor hem uitbewegen. Dus als het ware is er al een soort beweging gaande die hij gewoon volgt. En in die film beelden ze dat heel mooi uit. En ja, er zijn wel een paar films die een beetje hiernaar wijzen. Maar het is toch onder hersenscans ook zichtbaar, toch? Dat er eerst een klein stroompje is en pas dan. Ja, dat jij nu zo met je hand deed, daar is 6 seconden van tevoren, kunnen ze in de hersenscanner al zien. Ja, 6 seconden van tevoren kunnen ze al zien dat er een beweging gaande is die uiteindelijk ertoe leidt dat jij zo met je hand ging. Ja, het is natuurlijk. Het is verschrikkelijk fucked up, want het kan je ook heel bang maken. Want dan denk je dus, fuck, ik ben de controle kwijt. Over. Ja, het verschil tussen, hé, we hebben dan oneindige vrijheid. Of, hé, ik heb er geen invloed op, dus ik ben gevangen hierin. Ja. Dat is er bijna niet. Het is dan beide aan de hand. Ja, alleen als dat besef komt. Heb je de Truman Show gezien met Jim Carrey? Ja. Dat is toch ook mooi. Hij is de enige die niet weet dat hij in een film zit. Hè. De rest zijn allemaal acteurs eromheen. Totdat hij met zijn bootje zo boek tegen die horizon aanvaart. Ja, daar is het ook een beetje mee te vergelijken. Die op een gegeven moment doorkrijgt, man, wacht eens even. Dit zijn allemaal versies van mij in mijn toneelstuk, zullen we maar zeggen. Die dus, ik doe nu alsof ik Joost ben die met mij Patrick praat. Snap je? Dat je door gaat krijgen. Ja, het is gewoon één grote show. Het is, als je het met acteren vergelijkt, is het gewoon één grote klucht of zo.
En ja, mij geeft dat wel vrijheid. Het heeft me in het begin misschien wel bang gemaakt, maar daardoor durf ik ook gewoon Jan en alle mannen hier over de vloer te laten. Wat was de eerste keer dat jij het voelde? Ja, toch bij een lezing van Jan van Delden. Dat is zo'n man die ik graag volg. Ik ga je daar ook nog een linkje naar sturen. Die heeft een lezing, dat heet De Stoelendans. Er is ook een film, die heet De Zee die Denkt. Die staat bij Uitzending Gemist. Ja, het is leuk hoe jij allemaal die tips aan het opschrijven bent. De Zee die Denkt. De Zee die Denkt, ja. Hé, maar ik was jou aan het interviewen. Ik ga je zo nog wat in. Het is wel veiliger ook, hè? Ja, nee, absoluut, ik ken het. Maar even nog naar jou als 24 jaar. Ik ben even benieuwd nog hoe jij... maak jij je zorgen over alle dingen waar jouw leeftijdsgenoten zo erg op ageren? Klimaatcrisis, corona, de banken, noem maar wat. Is dat iets wat... Maak jij je zorgen over de toekomst? Om weer even terug het verhaal... Ik denk dat er heel veel gevaren zijn, zeker. Ja, maar... Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik me heel veel zorgen maak. Oké. Ja, je komt onbezorgd over. Nee, ik ben heel vaak gespannen. En ja? ik denk dat de wereld niet altijd de goede kant op gaat. Maar als ik kijk ja, wat voor dijken wij gebouwd hebben in Nederland. Voor de sterkste storm uit 10.000 jaar. Als ik kijk hoeveel dingen er wel goed gaan. Er was een soort VN... De VN had een doel gesteld om een x-aantal percentage mensen uit de armoede te krijgen in de wereld. En dat hebben we makkelijk gehaald. Dus elke dag komen er iets van, weet ik voor hoeveel duizend mensen uit de armoedegrens. Positief. Ja, er zijn heel veel positieve dingen. Ik denk echt dat er heel veel positieve dingen zijn. Ik ga niet liegen, er zijn heel veel erge dingen aan de hand. Maar het is ook maar waar je op focust, denk ik. En daarmee wil ik niet ontkrachten dat die dingen er zijn. Hè? Maar... Ik denk ook dat het is waar je op wat je wil zien. Ja, en dan komen we weer bij de media terecht. Ik heb als een journalist horen zeggen, goed nieuws is geen nieuws. Ja. Er moet pijn in zitten, er moet drama in zitten. Het negatief is nieuws. Zonde toch eigenlijk? Want wat jij me nu vertelt, dat heb ik nog nooit ergens gehoord. Nee, maar ook omdat dat zijn allemaal langzame trends. Tenminste, dat is een langzame trend. Ja. Tuurlijk, dat alle ecosystemen kapot gaan is ook een vrij langzame trend die steeds sneller gaat. Maar ja, niemand gaat op het nieuws zeggen van... vandaag zijn er net als gisteren x aantal mensen... Uit de armoede. Ja. Ja, maar toch zou het heerlijk vinden als ik dat het zou horen. Moeten we niet een soort goed nieuws... Ja, dat is al vaker geprobeerd, ja. Ja? Kijk, dan kijkt er toch niemand. Nee, dat komt ook door het fenomeen ego wat in ons zit. Hè? Jij en ik hebben waarschijnlijk allebei een ego. Hè? Het idee... En het ego is maar met twee dingen bezig. Plezier vergaren, pijn vermijden. En door slecht nieuws te kijken kun je op de een of andere manier jezelf behoeden voor pijn. Hè? Wat we het net over hadden, waarom we misschien ook die series kijken. Dat we in ieder geval de goede keuze maken, zogenaamd in, als wij ook in de situatie terechtkomen dat wij in een auto zitten en we rijden iemand aan, net als jij in Benoza. Ja, is er toch bijgebleven. Hoe is het eigenlijk afgelopen met die man in de auto? Dan moet je kijken. Nee. Die jongen die... Daar lag iemand. Jij zei dat het een hond was. Ja. Toen dacht ik ook, oh jij liegenbeest. En ik dacht ook, grappig hè, wat het meteen in me losmaakt. Ik dacht ook meteen, ja maar is dat dan niet erg dat je een hond aanrijdt? Weet je, snap je wat ik bedoel? Van alles kwam er bij me los. Ja, ik weet ook niet wat ik daarmee naartoe wil, maar... dat vind ik ook nog wel een mooie. Voel jij überhaupt ooit schuldig over iets wat jij gespeeld hebt? Dat je denkt, oh, dat is wel heel naar dat ik dat... Nee. Of kan je dat echt totaal loszien van jezelf? Ja. Ja. Maar niet uit. Jij zou de grootste seriemoordenaar op aarde zijn. Zou jij Marc Dutroux kunnen spelen? Ja. Ja? Dat is toch gek eigenlijk? Dan kruip jij in de huid van iemand die mensen op zich heeft gesloten in zijn kelder en vermoord. En dat is toch... Maar heb jij nooit de controle... Ja, je kent vast wel het gevoel dat je controle wil. Ja, ja. Of domineren. Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. Of dat nou nu een gesprek is door je extra goed voor te bereiden. Ja. Of nou, ik denk, ja, zo'n drijfveer zal die hebben. Of dat hij bang is dat het uit zijn controle gaat. Of, ja. of dat hij macht wil. Ja. Of dat hij zoiets zal het zijn. En ja, ik denk dat het dan ook zaak is om te bedenken van... niet letterlijk hoe zou ik al die omstandigheden hebben... maar wat is zijn drijfveer en wanneer wil ik diezelfde drijfveer het meest in mijn leven? Ja. Er is wel echt een mooi boek over acteren. Die Power of the Actor heet het. Ja. En dat gaat eigenlijk over, ja, uiteindelijk heb je altijd... Je wil in elke situatie, als er andere mensen zijn,
één ding van één iemand. Of als je met z'n achter bent, is er altijd wel één iemand waar je het meest op focust. Ja. Nou, dan heb je een doel. Dan heb je middelen naar dat doel toe. Namelijk, je kan je emotie inzetten, of je kan dit inzetten, of je kan iemand manipuleren, of iemand uit de tent lokken, of iemand verleiden. En obstakels, alle dingen die er kunnen gebeuren om dat te weerhouden. Ja, dat is in elke situatie zo, denk ik. Ja. En maar dat geldt voor alles en iedereen. Dat hebben we allemaal, of zijn dat vaardigheden die de een wel heeft en de ander niet. Want ik ben niet zo'n hele goede manipulator, volgens mij. Nee, maar het heeft ook niet allemaal met manipuleren te maken. Want, nou, iemand zei ooit tegen me van, eigenlijk is alles manipulatie, want je hebt altijd een doel. Ah, je bent altijd ergens op uit. Ja, ja. En tuurlijk zijn sommige mensen heel goed in dat voor elkaar krijgen, ja. En anderen niet. Maar ik geloof wel dat je altijd iets wil. Je bedoelt bijvoorbeeld, je bent nu een beetje aan daten. Dan ga je toch, dan ga je toch een beetje met voorbedachte raden. Ben je dan ergens op uit of zo? Of hoe, ja, je kan natuurlijk uit zijn op vanavond. Seks, ja. Of vrije. Ja, de liefde bedrijven. Ja, ja, zo zeggen we dat tegenwoordig. Ja. Nee, of je kan er natuurlijk op uit zijn om, om te zeggen: hé, ja, vanavond hoeft het niet per se. Ik wil echt de liefde van mijn leven ontmoeten. Ah, okay. Ik wil iemand. Nee, maar ik bedoel meer. Ja. Maar vind jij dat niet? Dat vind ik eigenlijk oneerlijk. We moeten trouwens misschien al even een beetje afscheid nemen van de mensen die dit op YouTube kijken. Want ik denk dat zijn mensen live aan het kijken? Nee. Oh. Nee, nee. Maar dit kaartje is binnen nu een 2 minuten vol. Mensen, dit gaat dadelijk misschien stoppen. Als je de rest van het gesprek wil horen, surf even naar de podcast Leven zonder Stress. Maar hè, dan weten de mensen dat het niet aan hun apparaat ligt dat ineens de film stopt. Hè. Tot zo. Tot zo, na de reclame. Nee, ik vind het altijd wel mooi dat ik mensen ontmoet die nergens op uit zijn. Ik zou bijvoorbeeld, ik heb een vriendin, maar als ik weer zou gaan daten, dan zou ik juist denken, ja, maar voor hetzelfde geld blijft dit bij één avond. En zeg jij iets heel inspirerends wat mij de rest van...